Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb het vanochtend zo druk gehad. Het was niet grappig meer. Ik heb Liam naar schooltje gebracht, boodschappen gedaan, eten gegeven aan de kinderen. En nu ga ik alweer Liam ophalen. Dus, ja, dat gaan we doen. We gaan Liam halen. En de middelste rat zit er ook weer bij. Jee! Leuk gehad. Ja, mam, ik ben een broodje aan het eten. Ik heb geen tijd voor jou. Oké. Zo, het kippenhok ligt hier weer op bed. Liam slaapt al. Jordi die is nog wakker in zijn bed, maar die laat ik in zijn nest liggen, want die heeft vannacht de boel op stelte gezet. Maar waar ik het even over wil hebben, toen Jordi net geboren was, toen is ooit tegen mij door een mede-D-mama, want zo noemen we elkaar, tegen mij gezegd, zij had al een ouder kindje met Down. Toen heeft ze tegen mij gezegd, zorg altijd dat je chocola in huis hebt. Toen zei ik tegen haar, ik zeg, hoezo nou is chocola? Ze zegt, als het echt zo tegen zit, ze zegt, pak een stuk chocola, ga eventjes lekker op een stoel zitten en geniet van dat chocolaatje. Adem een keer goed in en uit. En ga door waar je mee bezig bent. Het is zover. Ik heb een chocolaatje. Dus voor mij is het nu even een flesje aan Sam geven. Een chocolaatje in mijn mond. En even in en uitademen. Want Jordi is op dit moment niet de makkelijkste. Hier is net iemand wakker en jouw broers slapen nog. Ja. Ja. Oh, oké. Daar word je toch vrolijk van? Van dit poppetje. Ja. Heb je duimen? Oh, oké. Mama heeft even lekker gewoon bank gehangen en niks gedaan. Ik moet zo nog wel uploaden. Dat ga ik daar ook doen. Gaan we nu heel eventjes genieten van dit grote ventje. Ben je er nog niet uit? Ja, die moet in bedje blijven. Hè? Je hebt beneden ook een eindje. Ja, die moet in bedje blijven. Hè? Tuut, tuut. Tiet, 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 tiet. Mam, jou losmaken en naar beneden nemen. Ja, gaan we dat doen? Oké. Liam zit even baby tv te kijken. En kleine Sam had honger, dus die krijgt even een flesje. En Jordi, die slaapt nog. Maar die ga ik zo wel wakker maken, want die heb ik tegen 2 uur eindelijk in slaap gekregen. Dus die ga ik zo wakker maken. Maar eerst eventjes deze hongernek vullen. Waar ik het nog niet over had gehad, is dat mijn moeder, de oma van de kindjes, Nielsen's schoonmoeder, die wordt vandaag 59. Ja. Een hele mijlpaal. En van het weekend gaan we lekker gebakje eten, zondag. En dan
Ja. Gaan we kijken hoe en wat. Dus, ja. Maar vandaag is oma jarig, hè? En voor ons zondag ook een beetje, natuurlijk. We hebben niet alleen de verjaardag van mijn moeder, die dus vandaag jarig is. Maar we hebben ook de peettante van Jordi, die vandaag jarig is. En ik had een cadeautje in elkaar geflanst. Hallo Niels. Hoi. En ze houdt van Dolf. Douchepul. En ik heb een parfummetje. En ik heb zo'n douchepuff. En dat allemaal heb ik hierin zitten. En er zit dan altijd zo'n kaartje aan. En dan heb ik dat erop zitten. Dus ja, dan gaat dan deze op. En dan hebben we het cadeautje compleet. En dit is dan het cadeautje. Een hele goede morgen. Ik ben gisteravond alleen eventjes naar de peettante van Jordi gegaan. Want Jordi die had de hele tijd buikpijn. En ik zeg tegen Niels, ik zeg, dat gaat hem niet worden met Jordi. Ik zeg, ik ga wel even alleen. Dus hij is met de kindjes thuis gebleven. En toen ben ik naar huis weer gegaan uiteindelijk. Toen lag Jordi nog wakker in zijn bed. Toen is Niels even voor gaan doen bij Jordi hoe dat hij moest slapen. En toen zijn we daarna naar bed gegaan. Dat was de avond eigenlijk. En nou ben ik hier aan het opruimen. En Liam is erbij. En Niels eventjes naar een vriend toe. Die moest nog even geholpen worden, want verbouwen, ja, dat doen wij ook nog steeds. Hey, niet op je hoofd slaan. Enthousiasteling. Niet op je hoofd. Je hoofd is al zo groot. En, ja, dus die komt straks weer thuis. En ik ben ondertussen hier aan het opgaan. Joef, is dit serieus? Meen je dit nou? Echt, dit kan niet, hè? Joef, ga straf. Wat een huishouden. Er is iemand in bad geweest. Yay! Liam is ook in bad geweest. En Jordi is nu in de douche. Ja. Je hebt net ook je flesje gehad. Lekker stukkie. Kom jij ook? Moet je snel zijn. Stink jij nog? Denk ik niet. Maar, lekker in bad geweest. En dan gaat hij zo lekker slapen. Ik heb alle bedden even verschoond. Ik denk iedereen gaat in de douche. Ik en Niels gaan straks ook even douchen. Dus lekker schoon bedje. Klaar. Ik ben gedoucht en wel. Nu moet je weer douchen. Nee, maar niet nou weer. Ik heb geen corona. We hebben de boel een beetje verzet en gedaan. En dan morgen gepoetst. Ja, dan hebben we lekkere dingetjes op tafel staan. En gaan we even een filmpje kijken. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Liam die zit lekker even met papa Bing te kijken. En daar is onze Sammy. En daar is onze Jordi. En onze Joef natuurlijk.
En ik ga zo dadelijk naar boven toe eventjes boven het een en ander doen. En dadelijk ook weer ontbijt maken. Dus ja, en vanmiddag gaan we naar mijn ouders toe. Wij gaan lekker ontbijten. Mama, die heeft hier een heel lekker ontbijtje gemaakt. Voor Lia en Jordi en Sam en papa en mama. Oké, is goed. We hebben alles en iedereen klaargemaakt. De kinderen hebben geslapen. En we zijn even aan het tanken. Of ja, Niels is aan het tanken. En dan gaan we naar mijn ouders rijden, hè? Gaan we naar opa en oma? Opa en oma? Daar gaan we heen. Mijn moeder krijgt nog een ander cadeautje. Maar die is nog besteld. En die is nog aan het binnenkomen. Maar ik had ook even een plantje gekocht. En ik had foto's van de kinderen. Nou, de bende van ellende is gearriveerd, toch? Ja. Afblijven, hè? Waarom denk je dat ik dat zo nergens? Ja, om de spullen tegen te beschermen. En toen waren we weer onderweg naar huis. Lekker gegeten, gezellig gehad, toch? En Liam, Sam en Jordi zitten achterin. En dan gaan we nu naar huis rijden en zorgen dat we, ja, de kindjes dadelijk weer in bed krijgen. Wat ik meestal op de zondagavond altijd doe, is morgenochtend moet Jordi natuurlijk naar school. En dan zorg ik eigenlijk dat alles klaar staat. Ik zal jullie even een beetje meenemen in wat ik dan precies doe. Ik smeer het brood en ik zorg dat er fruit voor Jordi sowieso is. Nu heb ik meloen, dus ik heb voor Niels ook een bakje meloen. En ik heb brood gesmeerd voor Niels. Deze keer zijn het broodjes. En brood gesmeerd voor Jordi. En dan het fruit. Dan heb ik hier natuurlijk de flesjes staan. En hier zet ik altijd de pap voor Jordi neer. Jordi krijgt 's morgens 150 ml pap. En dan krijgt hij macrogolpoeder met wat water. En hij krijgt een antibiotica. Die antibiotica die is gewoon een onderhoudskuur. Omdat hij... het probleem heeft dat zijn maag niet snel genoeg leegloopt. En hij krijgt wel weinig, maar het is gewoon voldoende voor hem om zijn maag fatsoenlijk leeg te laten lopen. En voeding voor Liam en Sam. Liam wil 's morgens geen boterham eten. Ja, ik moet toch iets naar binnen krijgen. Hij wil geen pap, hij wil helemaal niks. Hij wil alleen dit. Dus dan krijgt hij zo gewoon 's morgens een fles. En dan krijgen ze alle drie vitamine D. En Liam en Sam krijgen Levax erbij. Levax is... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Levax krijgen ze één pompje van allebei. En dat zorgt ervoor dat het de lucht uit de voeding haalt. Waardoor ze minder darmkrampen hebben. En het zorgt ervoor dat hun ontlasting en alles, dat het gewoon beter verloopt. Het is gewoon de uitkomst. En ze krijgen het alleen maar in de flesvoeding. Dus het haalt eigenlijk de lucht uit de flesvoeding. Als je er een keer mee schudt of wat dan ook, dan hebben ze daar gewoon geen last van. Dus dat is gewoon echt een voordeel. Dus dat krijgen ze dan een pompje erbij. En hierna ga ik meestal kijken welke kleding ik voor de kinderen aan ga doen. Dus dat ga ik jullie ook even meenemen.
Dit is de rugzak van Jordi. En ik controleer hem elke keer weer. Gewoon zodat ik niks vergeet. Ik heb altijd standaard luiers erin zitten. Mocht hij een rode kont hebben, heb ik ook altijd standaard washandjes in zitten die ze kunnen weggooien en nat kunnen maken. Beter voor het kontje. Ik heb er altijd standaard een pak luierdoekjes in liggen. En ik heb er altijd standaard een zink zalfcreme. Deze komt uit Duitsland. Dit is op dit moment de enige die voor Jordi werkt. Dus ja, die gaat erin. Dan heb ik reservekleertjes voor Jordi. De reservekleertjes voor Jordi, dat is in dit geval eigenlijk altijd gewoon een joggingbroek. Twee shirtjes. Dus 1 en 2. Een onderbroek. En een paar sokken. Dat staat altijd standaard in zijn tas. Nu was het zo dat ik een berichtje kreeg. En ze zeiden de luiers zijn op. Dus dan gaat er nu ook een pak luiers mee. Niels heeft al de Maxi Cozy en de loopwagen van Jordi. De Maxi Cozy van Sam, de loopwagen van Jordi in de auto gezet. Dus daar hoef ik morgen ook niet aan te denken. Dan heb ik hier de kleren voor Jordi, die hij morgen aankrijgt. Leg ik op het plateautje, hoe wil je het noemen. In ieder geval leg ik bij de aankleedkussen neer. Dan heb ik voor Liam de kleertjes. Leg ik daar ook altijd neer. En natuurlijk voor onze Sam heb ik het ook. Dus die leg ik daar ook neer. Dan leg ik ook vaak nog de jassen klaar. Nu begint het namelijk ook slechter weer te worden. Dus hebben ze ook hun jassen nodig. Ik heb hier zoveel jassen hangen. Het is echt niet gezond hoeveel jassen mijn kinderen hebben. Maar oké, prima. Jassen van Jordi en Sam. Niels, wil je iets voor mij doen? Ja. Wil je even kijken wat voor weer het morgen wordt? Ja. Meestal vraag ik dat ook aan Niels, want dan ben ik bezig met van alles. En dan vraag ik even, want ik zit te twijfelen of ik een winterjas mee moet geven voor Jordi of de zomerjas. Ja, maar Jordi is 's morgens al op school, hè? Oh, van 10 tot 2 nieuwe rollen. Maar het wordt wel fris. Een winterjas of niet? Ja, ik denk wel, want het is 's ochtends om 11 graden. Ja, want als ze toch ergens heen gaan, dan heb ik in ieder geval, hè. Ik vind het altijd, toch altijd wel een beetje spannend. Dus dan heb ik de winterjas klaar. Dan heb ik natuurlijk ook nog kinderen die schoenen aan moeten. Dan heb ik hier alles van Liam, Jordi, van Sam. En dan heb ik hier de schoenen van Jordi en Liam. Sam krijgt altijd dikkere sokken aan, want die wil gewoon geen schoenen aan. Dat hebben ze bij mij allemaal gehad. Goh, van wie zouden ze er hebben? Niet van mij, in ieder geval niet dat ik weet. Dus ja, dit is wat ik eigenlijk 's avonds dan doe, voordat ik naar bed ga. Dus ja, het staat weer klaar. Het is weer klaar voor morgenochtend. En dan gaan we bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.